Ik ben Karin Schreedroff en sinds kort wethouder in deze mooie gemeente Delft. Ik heb als wethouder in Delft de mooiste portefeuille die je kan voorstellen. WMO met wonen en met sport samen. En ik sta hier voor de deur van Perspectief. Dat is de plek waar mensen die dak- en thuisloos zijn in een nachtopvang kunnen. Prima dat dit er is. Maar je hoopt natuurlijk ook dat mensen vanuit deze locatie uiteindelijk weer naar een zelfstandige woning gaan. En daar kunnen we aan de wonenkant veel mee doen. We staan hier voor een complex uit een tijd dat er in Nederland ook een grote woningnood was. Een andere woningnood dan nu. Maar wat je ziet en merkt in Delft is dat er grote druk op de woningmarkt is. Dat iedereen graag een goede plek in deze stad wil hebben om te wonen. Maar dat we daar met elkaar nog fikse stappen in moeten zetten om dat waar te maken. Ik kan niet voetballen, ik kan niet hockeyen, maar ik ben wel een fervent hardloper. Als ik hier ben, ben ik aan het eind van mijn hardlooprondje. Moet ik nog een kilometer naar huis? Dus heb ik er 9. Of als ik pijnakker nog aan doe, 14 achter de rug. Voor mij is hardlopen heel erg om mijn hoofd leeg te maken en gezond te blijven. Maar ik denk eerlijk gezegd dat sport een veel bredere functie heeft. Als mensen aan het sporten zijn, ontmoeten ze mensen die ze in hun normale leven vaak niet tegenkomen. De sport kan heel verbindend zijn. En sport heeft als ontmoeting een heel belangrijke functie en sluit daarin heel erg aan naar mijn idee bij de WMO-portefeuille. We zijn heel erg op zoek hoe de komende tijd WMO en sport nog meer kunnen gaan samenwerken.